Goedemorgen, het is vrijdag en het is weer vroeg. Ik ben weer vroeg wakker en ik ben weer mijn papje aan het maken. Daar heb ik super veel zin in. Ik kreeg net even een beetje een kleine vlaag van misselijkheid. Dus ik dacht, lekker mijn papje maken. Ik moet nog een blogje schrijven. En dan ga ik verder met alles inpakken en klaarmaken voor Mysteryland. Gisteren heb ik dit kleed van mijn moeder gekregen. Die had ze nog. Ik vind hem eigenlijk wel super leuk. Lekker kleurig. En dat kleur, dat komt altijd mooi, vind ik, met de saaie bank. Daar komt de kleur er leuk in uit. Dus ik vind dit echt een leuk kleedje. Ja Bart, 15 minuten moet je straks lopen hiermee, hè? Nou, je kan je nog bedenken. Nou goed, we gaan zien straks of dit echt meegaat. Ik heb vast mijn spulletjes gepakt. Dus de berging kan weer dicht. Moeten we nog een flamingo mee? Unicorn? Dit is wel heel lekker, denk ik. Nee, kijk, dit is echt de allerergste die er zijn. Dan zetten ze nog op goed bezig. Goed bezig. Moet je kijken wat daarin zit van suiker. Ja, ik vind het op zich wel goed bezig. 20 gram als je vergelijkt met ja. Deze. Maar waarom 20 gram? Ja, maar 40,5. Dat zie je al aan die laag karamel erop. Slecht. Goed bezig. Ja. Nee, beter bezig. Maar nog zo lang niet goed. Oh, kaneel. Eier. Oh, er zit trouwens overal waarschijnlijk ook ei in. Dus we zijn niet echt vegan dit weekend op Mysteryland. Maar wel vega. Dat wel. Ook nog veel pizza over van gisteravond. Dus ik ga nu gewoon een stukje eten. Ik hou echt van koude pizza. I know, weird. En dit heb ik dan al meegenomen, maar ik heb geen idee of dat mag. Dus nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ja, we zitten in de auto met pizza. Want ik weet niet of die mee mag, dus ja, die maak ik nu maar gewoon op. Neem op. Nee. En we zitten helemaal volgeladen. Ik heb geen idee hoe we dit straks de camping op gaan krijgen. We zitten ongeveer, of nou ja, we zitten even vol als toen we naar Spanje gingen. Echt serieus. Ja, maar dat komt door die tent, Bart. Die had je toen ook mee. Ja, alleen toen hadden we de rest allemaal voor 3 weken mee en nu voor 2 dagen. Nou goed, we gaan het allemaal zien straks. Het zijn nu 2 vrouwen in plaats van een vrouw. Oh ja, 2 vrouwen. Ja, nee, dat is het. Alleen al jouw tent is nog meer dan alle spullen bij elkaar. Ik denk dat jij daar ook in wil liggen, of niet? Nee, ik heb mijn eigen tent. Ah, oké, is goed. Zult je me naar de tent lokken? Achter ons gaat het al los. Ja, daar kun je helemaal zo lang van. Nou Bart, je moet ook eventjes denken aan die boodschappen, hè? Want dat zit in een krat. Oh ja, oh ja. Ja, die moet sowieso weer. Pitstop nummer 1. Ja, maar Kirsten heeft het altijd op de rug, die kan niet even neerleggen. Oké, okay. Gaan door. En door. Yay, we zitten. Ik heb een eerste plukje roze al in mijn haar. Dit dan? Oh, joelig. Kijk hoe het eruit ziet. Oh, we kunnen ons hier zelfs opmaken en alles. Vet relaxed, man. Ja. Maar oh ja, dan moet je hier je handdoek ophangen. Hoe dan? Want anders wordt hij nat. Komt goed. Yay!
feesten. Feestje. Super mooi. Super. What a view. Dope. Oh yeah. Let's get that party started. Yeah. Oké, okay, ik voel me weer 18. Kunnen we ons tent? Wauw. Oh ja, ik zie onze tent gewoon. De eerste gele vlag. Ja. En dan. Ja. Ja. Steek er overal bovenuit. Hé, hey, hier heb je ook nog een soort circus tentjes, zie je dat? Nou, die zijn ook super cute. Nou, die hele kleine huisjes met die hartjes zijn nog. Die, ja, die ga ik nog even van dichtbij filmen straks. Wat zeg je? Huh? Dat zeg ik dus, 18. En daar komt je toe maar. Kies jij maar. We delen gewoon, toch? Anders heb ik morgen helemaal geen batterij en geen plek meer op mijn kaart om jullie weer mee te nemen in dit avontuur. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken voor vandaag.
naar ons Mysteryland. Avontuur, had ik dat nou al gezegd? Ja, dat had ik al gezegd. Waar gaat dit verhaal ook weer over? Oh ja, over een man, een vent, met een hele grote K-tent. Waardoor ik gewoon bijna moest huilen, of nee, ik moest huilen. Toen we aankwamen bij de plek, eindelijk. Waar de hormonen? Het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Maar goed, we zijn er. We gaan er het beste van maken. Oftewel gewoon vet veel lol hebben. Yeah! En waarom doen we dit? Mochten jullie dit jullie afvragen? Oh, dit ziet er leuk uit. Het gaat lekker! Mooi! Want dat deel je in de lasten. Maar mochten jullie afvragen, Disna, waarom doe je dit? In godsnaam, je bent nog zwanger ook. Geen idee. Jawel. Want ik wilde dit gewoon echt nog een keer doen. Het stond op mijn bucketlist. Ik wilde zo graag een keer op een camping staan bij Mysteryland of Tomorrowland. En nu hebben we Mysteryland en dat is gewoon super vet. En ja, heb ik dat maar gedaan voordat onze baby komt. Handig, hè? Ja. Dus die kan eraf. Ja. Oké. Doei. Tot morgen. Slaap lekker. En niet vergeten, abonneren is gratis. Wow. Oké. Doei. Oké. Oh nee, ik zei tot morgen, maar het wordt een weekendvlog, dus tot zondag. Doei!